Danny's killed on the blow van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Science Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty en Rondje. Yes, wij moeten levelen, het is een moeilijke tijd. Het is zeker een moeilijke tijd. Maar het gaat vast goed komen. Oh ja, wel hoor. Alleen de beukweer is momenteel alleen nog te sterk voor ons. Oeh, crit, nice. Nou, ondertussen heeft Hermeline bij mij Freddy Mulius duo geleerd, dus... Ik vind het jammer dat je hier niet de order van de spels kan veranderen. Ja, dat je de fijne mooi vooraan kan zetten en de drukken die je nooit gebruikt achteraan, ja. Hermeline wordt keihard geowned door deze enemies. Wat gebeurt hier? Oké, Flipendo. Kijk, Harry, kun jij nog... Oh, Harry kan ook nog Freddy Mulius. Top. Hey Harry, wil jij ruilen? Freddy Mulius! Hey Harry, wil jij ruilen? Precies. Hoezo doet dat allemaal geen damage? Damage? Damage. Oh, ik word zo hard geowned door deze enemies. Oh jee. Holy shit. En... Ja, ik wil zeggen, ze houden zich niet in. Er wordt gewoon geen genade getoond naar Milaning. Nee, ik word hier gewoon keihard in mijn kontje gebonkt. Daar word je bang van. Dat klinkt niet heel fris, maar het is wel waar. Ja, ik wil zeggen, het klinkt inderdaad niet echt fris. Ik vind het echt leuk dat we deze game zijn gaan spelen. Wel? Ik vermaak me wel. Oh, ja. Mooi. Zeg, dat is, het wisselt wel bij jou. Nou, ik had gewoon heel erg veel zin in de GameCube-versie. Maar ik moet zeggen dat ik heel veel plezier ook uit deze haal. Dus, mooi. Shit, Harry had geen glaasjes, of wel? Nee. Hoppatee, gewoon een one shot. Oh. Milan, een tip trouwens. Scan de enemies. Nou ja, dat is misschien wel een goede tip. Want dan maar ik wil juist... Ik wil gewoon specifiek... Oh ja, dit had dus inderdaad geen zin. Maar ik wil eigenlijk specifieke aanvallen doen. Omdat ze moeten verbeteren. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar ik wil zeggen, als je ze scant, krijg je te zien waar hun zwak tegen zijn. Daar komt altijd wel van pas. Want ik weet bijvoorbeeld dat die vuur... ik heb ze net ges... Oké, Harry is ineens dood. Oh, Hermeline is ook ineens dood. Oh, Hermeline ook. Nee, in ieder geval die vuurschildpadden, die kunnen heel slecht tegen Glacius. Oké. Oh man, is de bieb letterlijk één... Oh, ik dacht dat het... Hey, familie is duo. Hey, loopt kut. Ik moet één etage naar beneden. Had jij al iemand voor Mililius duo? Ja, Hermeline net. Nice. En ik denk dat Harry ook niet zo heel... Wat is er met Hermeline gebeurd? Versteend. Oh, alweer? Ja, alweer. Het houdt niet op, niet vanzelf. Hoe krijg je het toch voor elkaar? Hoe krijgt Hermeline het voor elkaar? Het is een vuile bitta. Ho, nee, ho. En Hermeline, gaan we nog wakker? Oh ja, dank je. Ik ben dank je, uit. Ik. Oh, kijk, top. Harry, Freddy Mulius. Zou dat even heel. Dik me. Was dat duo? Ja. Yeah. Damn. Oh, deze kut enemies weer. Oh, jij.
Petrificus Totalis, maar die kan ik niet. Wingardium Leviosa kan ik wel. Petrificus Totalis kan je wel. Glazes. Ja? Ja. Dat is die spreuk in het roze. Ah, oh, ja. Oh. Volgens mij heb je er alleen voor gezorgd dat hij die beurt moet overslaan. Ja. Yeah. Verdi Milius. Doet Glacius wel ook damage? Volgens mij doet Glacius wel damage. Oké. Okay. Ja, Glacius doet wel damage. Ja, doet best wel wat damage zelfs. Kijk, maar heb je ook... Oh, Glacius is ook Glacius Uno, oké. Okay. Damage, yeah. Die spreuk kun je trainen, oké. Okay. Hey, Familius duo voor Harry. Oh, dat kan niet dit, Milan. Dat mag niet. Nee. Mijn Harry heeft nog geen Familius duo. Oh, ik mag nu tegen dezelfde als jij. En Milan, de Glacius Uno. Zo, dat doet inderdaad nog best wel wat. Ja. Nou, Harry, scan die vuur allemaal, want ze zijn van jongen. Oh. Volgens mij had jouw Harry betere dagen gehad, of niet? Ja. Even kijken. Nou, Emmeline, glaasjes. Zo. Harry, we gaan even met jou nog werken aan je Fenimilius. Ik moet gewoon tegen enemies moeten die waar ik Defendo op kan trainen. Ja, ik zeg, maar volgens mij kan je Defendo niet levelen, want er staat geen Uno of zo bij. Weet je dat zeker? Ja, ja, dat, ik kan het niet 100% garanderen. Ik zeg het alleen op de feiten die ik heb gezien. Ik ga het niet bevestigen, want dadelijk krijg ik weer een... Wordt het tegendeel bewezen? Staat het, maar weet je zeker dat er geen Uno bij staat? Oh, wacht. Hier, ik ben nu Harry. Nee, staat alleen Defendo. Oh, nee, dan kan je die niet levelen. Dat is kut. Hé, hey, Harry heeft nu ook Fenimilius duo. Lekker, Harry. Oh. Die was one KO. Lekkering. Lekkering. Of zoals Nando zegt. Lekkering. Zo is Nando wel, hè? Ja. Dat hij dat zegt. Wingardium Leviosa. Eer, Petrificus Totalis Uno. Dat hoe dat Marcel nou niet is. Kijk hoor. Zo, dan gaan we gewoon eventjes Incendio Duo even levelen. Oh, Harry, niet doodgaan, jongen. Hop. Oh, en die is niet dood. Oké. Okay. Incendio Duo. Huh? Ik had hem helemaal plat gedouwd. Nice. Harry is dood. Harry. Zo. Kom op, Hermeline, jij kunt dit. Incendio. Jij bent de uitverkorene. Hey, ik heb Incendio Duo geleveld. Echt? Ja. Dacht ik best snel, of niet? Ja, het was wel met Hermeline. Ik heb die spreek met haar heel vaak gedaan, dus. Maar moet je ook per se duo doen dan? Volgens mij wel. Dat is weer sad. Ja, helaas wel. Even kijken. Alles.
Zo. Oh, wist je dat de vuurfles ook een item was? Oké, okay, zijn hier toevallig nog ergens in de buurt enemies? Enemies, vrijwilligers, enemies. Ja, enemies. Oh jee. Ja, wel enemies. Ja, weet je, ver, maar. Oh, jij gaat het weer proberen? Ja. Oh ja, shit, Hermeline had incendio triple geval. Hoeveel TP moet je daarvoor betalen? Ik heb geen idee. Eens even kijken, incendio tria. Kost 30 TP. Holy shit. Nou, ik ben benieuwd hoe jij het ervan afbrengt, Milan. Ik ook. Oh, Hermeline is dood. Gezellig. Incendio duo. En Harry is ook dood. Zeg, terwijl jij lekker met die boom bezig gaat, ga ik ondertussen nog even gauw levelen. Durf maar. Want ik heb zo'n idee dat er nog zwaardere enemies komen dan de... beukwil. Nog zwaardere enemies? Ja, want wat ik me kan herinneren is mij verteld dat professor Lupus ook een enemy is. Oh, yo. Als werewolf variatie, dus... Eens even kijken hoe dit eruit ziet, hoor. Incendio Tria. Auw, auw. Nou, eens kijken of ik hem met Harry ook nog kan vrijspelen. Hermeline ondertussen voor glaasjes duo. En hoe staan de zaken ervoor, Milan? Het gaat een hangertje. Mooi. Weet je wat het voordeel is van het gebruiken van... wat wil ik zeggen? Huh? Het gebruiken van... Defendo. Is dat je op het moment dat je Defendo gebruikt, heb je, verbruik je maar 10 TP. En voor Incendio Duo gebruik je 20. Verbruik je 20. Oh. Wacht, jij hebt hem bijna of niet? Ik weet niet. Ik word nogal hard gehit. Oh. Ja, die bom hit inderdaad best hard. Kan ik ergens de... Nee, okay. Dat wordt dus Fendimilius Uno. Wat is dit? Flipendo! Oh, hij zit die drankjes te spammen. Ah, ik zie het al. Het hebben we niet nou net gewoon overleefd tegen dat ene drankje? En doordat ik dat ene drankje gebruikte, ja. Damn. Oh, wacht. Nee. Ik wil zeggen, als je hem crit, had je hem... Ja, dat is waar.
was zo close. Oeh, net niet. Jammer dat je niet... Heb je in school... Ja, Fred en Doortjes zijn in de shop zeker, of niet? Ja, maar ik weet mijn god niet waar die zitten. Dat weet ik wel. Wel, jij weet dat? Ja, Fred en George zijn toch... Ja, die zijn, tenminste, dat hebben ze op het begin gezegd. Oh. Waar die zitten? Geen idee. Volgens mij bij de leerlingenkamer. Ja, volgens mij op hetzelfde etage, maar... Oh, ik heb ze gevonden. Oh ja. Kan ik ook gewoon... Oké, okay, diverse riemen, amuletten, handschoenen. Oké, okay, volgens mij ben ik bij haar de verkeerde. Nou. Oh, wacht. Bij diverse kun je dingen kopen. Jezus, joh. Ik koop eventjes grote wiggen wat dranken. Toch, ja, precies. Wou ik inderdaad even gaan kijken of we daar nog iets mee moeten. Uitrusting. Harry. Hebben een beetje... Nee. Hebben we ook niet. Hebben we iets wat hier beter is? Nee. Ik heb bij Harry en Hermeline de verdediging verbeterd. Nou, dan gaan we ondertussen nog even één keertje levelen en dan gaan we het weer opnieuw proberen bij die boom. Give me enemies. Hallo enemies. Never your mind. Misschien had ik eerst even bij de ziekenzaal langs moeten gaan. Lekker. Auw. Minder lekker, man. Freddy Milius! Gezondheid. Hè? Huh? Gezondheid, zei ik. Oh, oké. Okay. Nou, ga naar beneden, bitch. Dank u. Dank u. Nee, vuile Harry! Oh jee, Mila gaat het nog een keer proberen, ik zie het al. Tuurlijk. Ik ben niet bang voor regen. Ik ben niet gemaakt van suiker. Oh. Oké. Okay. Dus ja, ik ga nog één keertje levelen en dan ga ik het ook weer proberen. Eén keertje. Alleen ik ging dood. How dare you go dead? Ja, stupid. Stupid of me. Yes. Very stupid. Yes. Ultimate stupid. Oh, ultimate stupid nog wel. Een vuile bits aanval. Een crit. Lekker ring, Hermeloni. Lekker, Hermeloni. Oh, oké. Okay, nou heb ik die twee ridders hier. Oké. Okay. Defendo. Kaching, kaching. Een crit? Nee. Eens even kijken. Harry Incendio Turbo! Mis. Dat is niet mis. Ik zei toch mis? Oh, moest hij bij jou? Hey! Milan, je moet vaker zeggen dat ze bij jou iets moeten doen. Dan doen ze bij mij wel. Want jij zei mis en letterlijk de ridder bij mij miste. Hoe durft hij? Miste ik nou? Incendio... Oh, the time is voorbij. Bedankt voor het kijken van deze aflevering.
doe jij zo'n duimpje omhoog, dan ben ik helemaal blij. En doe jij eventjes Rusty rondje volgen, yeah. Dan... niet. Ja. Dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.